allemaal, leuk voor kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag, geen maandag. Gisteren had ik het gewoon heel erg druk met werk, leren, school. Van alles eigenlijk. Dus vandaar dat ik de vlog pas vandaag begin. Het is vandaag dus dinsdag en ik heb vandaag bij Miel geslapen. Ik ben net thuis. Ik heb eventjes mijn make-up en mijn haar gedaan. Ik moet me alleen nog eventjes omkleden. Voor nu heb ik gewoon deze Levi's trui aan. Maar ik ga zo meteen, of nou ja, zo meteen, eigenlijk nu knakworstjes en bladerdeeg maken. Want we hebben straks op school kerstlunch. Superleuk. En iedereen moet dan wat maken en meenemen. Dus dat ga ik nu eventjes maken. Dat zal ik ook wel jullie laten zien. Dan ga ik me daarna omkleden. Cadeautjes inpakken voor onze mentor en hulpje, zeg maar. We hebben een mentor en nog een vrouw in de spa die ons altijd helpt. Een beetje spa manager eigenlijk. En we hebben met de klas voor hun een cadeautje gekocht. En ik heb dat toen gehaald. Dus ga ik eventjes inpakken, kaart schrijven. En dan een lekker kerstlunch vandaag. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten als ik het nog kan vinden. En daaronder heb ik gewoon mijn pantalon. Want na de kerstlunch heb ik gewoon stage in de spa. En moet ik altijd mijn pantalon aan. En daarbij heb ik mijn Alexander McQueen's aan. Die heb ik echt al een tijdje niet aangehad. Ik heb de cadeautjes ingepakt. Dit is het cadeautje voor onze mentor. Daarvoor hebben we die grote Rituals geurkaars en een Douglas cadeauboom. En voor de vrouw in de spa, zeg maar. We vonden het ook lullig om niks voor haar te kopen. Dus we hebben voor haar die geurstokjes, maar dan eens klein. En een badfoam voor in bad. Dus dat leek ons wel leuk om te geven. En dan daarbij hebben we nog een kaartje voor beide. De croissantjes of de worstenbroodjes. Worstenbroodjes. De knakworstjes. Zo, goedemorgen. In bladerdeeg zijn ook af. Die zien er zo uit. En daarvan heb ik het eventjes in twee bakjes verdeeld. Dus die ga ik ook meenemen. En ze zijn nog een beetje warm, dus dat is wel lekker. Dus ik ga dit nu eventjes allemaal in die Albert Heijn tas doen, zodat dit mee kan. Oh, en ik heb trouwens ook deze lamp mee voor Marten. Want zoals je misschien weet, heb ik die lamp toen dubbel gekregen van Xenos per ongeluk. Dat heb ik toen tegen hun gezegd, maar ik hoef hem niet terug te sturen. Maar ja, ik heb zelf niks aan twee lampen. Die ene staat niet eens aan. Laat staan dat ik er twee aanzet. Dus ik had aan Marten gevraagd of zij wilde hebben. Zij wilde hem wel heel erg graag. Dus die neem ik vandaag ook gelijk voor haar mee. Ik heb er echt super veel zin in. En kijk trouwens even onze kerstboom. Ik heb van de week cadeaupapier gehaald om alle cadeautjes mee in te pakken. Dus dat ga ik denk ik morgen eventjes doen. Dat er allemaal cadeautjes onder komen te liggen. Want hij is nu nog een beetje leeg. Er ligt niks onder. Maar dit is dit jaar onze kerstboom. We hebben dit jaar nog een neppe. Mijn vader wil volgend jaar een echte kopen. Alleen daar waren we dit jaar gewoon een beetje laat mee. Dus we hebben de neppe opgezet. We hebben een paar vlindertjes, cadeautjes. Een paar ballen. Deze vind ik wel heel erg mooi. En we houden ook niet zo van een piek. Dus wij hebben een vlinder als piek. Het was gisteren trouwens ook de verjaardag van mijn vader. Dus vandaar dat ik gisteren ook niet zoveel had gefilmd. Want toen ik eindelijk thuis was, was er allemaal visite. Maar ik ben al een beetje laat. Het is volgens mij 3:30. 4:30 en 5:30 moet ik bij Roos zijn. Maar goed, ik ga eventjes mijn jas aantrekken. En dan naar school en de kerstlunch. Ik heb er echt super veel zin in. Ik ben thuis vandaag een super gezellig dagje. Het was echt heel erg leuk. We hadden dan eerst van 12 tot 1 met onze eigen klas kerstlunch. Toen kwam de andere klas. Onze klas is zeg maar in tweeën opgesplitst. Op woensdag als we echt op school zitten heet onze klas CD. Maar wij zijn klas D en de andere klas is C. En in iedere klas zit ongeveer 12 mensen. Dus wij hadden eerst lunch met D. En toen om 1 uur kwam C erbij. En toen gingen we het cadeautje geven. En toen had C daarna kerstlunch en moesten wij de spa in. De spa was ook super gezellig. We hadden echt letterlijk niks te doen. Maar er is een pakketje. Oh, gelijk donker zie je. Mijn ringlamp is zo'n top uitvinding. Want als ik hier sta, zien jullie me gewoon. Maar er is een pakketje van de Zara binnengekomen. Want ik had een rokje besteld bij de Zara. Voor oud en nieuw als outfitje. Dus die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Ik ga hem ook gelijk passen. Maar ik denk dat het de S wordt. Maar het is echt een
superleuk rokje. Kijk. Als ik er een linkje van kan vinden, zou ik hem in de beschrijving zetten. Want volgens mij hadden ze hem nog wel. Maar hoe leuk is dit zilveren rokje? Ik weet niet echt wat ik hierop kan doen. Ik had in mijn hoofd een leuk wit blouseje. Maar misschien is dat weer ietsjes te netjes voor het feest waar we heen gaan. Maar hoe leuk. Dit is dus een S'je. En ik heb hem dus ook in een XS besteld. Maar ik denk dat die wat korter wordt. En dat vindt Milan denk ik niet zo leuk. Dus ik ga hem nu eventjes passen. En dan kan ik gelijk kijken welke ik terug ga brengen naar de Zara. Want ik ga echt nooit meer van mijn leven iets online terugsturen van de Zara. Niet meer zeg maar via PostNL in ieder geval. Want er was toen zo'n hele heisa over twee jassen. Heb ik in mijn vorige week vlog verteld. Ik had twee jassen retour gestuurd. Binnen de tijd, maar Zara beweerde dat ik dat niet binnen de tijd had verstuurd. En zou ik dus alsnog €120 moeten gaan betalen voor die jassen. Voor twee jassen die ik helemaal niet wilde. Maar ik kreeg toevallig vandaag een mailtje dat is opgelost. Dat ze de jassen gewoon aannemen. Omdat ik het gewoon binnen de tijd getoerd heb. Dus hoef ik geen €120 te betalen. Dus dat is heel fijn. Maar ik heb nog een ander iets van de Zara wat ik terug ga brengen. Had ik ook in de vorige week vlog laten zien. Ik had namelijk dit korte broekje. Oh, ja, het is een broekje. Oh, het is een broekje, maar er zit een rokje overheen, zeg maar. Die had ik besteld, maar die vind ik ietsjes te kort bij mij. Mijn halve bil hangt eronder uit, dus die wil ik terugbrengen. En dan ook een van deze twee rokjes, want ik weet natuurlijk niet welke maat ik nodig heb. Dus heel misschien dat ik dat na school morgen eventjes wil doen. Zodat ik dat maar gewoon gelijk gedaan heb. Dus ja, maar ik ga even die rokjes passen. Oké, ik ga al eerst de S passen. Oh, er zit een broekje in, wat fijn. Oh, dit vind ik heel chill. Maar hij is wel heel leuk. Kijk, ik ga hem even laten zien. Nou, die XS ga ik sowieso niet passen, denk ik. Kijk nou hoe leuk dit is. Ook met zo'n trui erop vind ik het leuk. Voor bijvoorbeeld kerst of zo. Dat je hem dan een beetje zo erin doet. Heel leuk. Maar is dit te kort? Ik vind wel... Kijk, er zit dus een broekje onder. Maar ik vind dat broekje zo strak zitten. Hoe ligt dat aan mij? Want kijk, de bovenkant... Heb ik nog gewoon genoeg ruimte. Alleen dat broekje daaronder vind ik zo gekkig. Echt heel leuk voor oud en nieuw. Ik denk dat ik dit ga aantrekken met oud en nieuw. Ik ben mijn tas aan het inpakken. Want ik ga zo bij Milan slapen. Maar ik wilde dus net mijn hoesje van mijn telefoon afhalen. Want ik ging eventjes foto's maken voor Naked. En toen kwam ik erachter. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar dat mijn telefoon gebroken is aan de achterkant. Ik wist dit helemaal niet. En ik heb ook echt oprecht geen idee wanneer dit is gebeurd. Kijk. Kijk dan. Het is hier in de hoek gebarst. En het is helemaal zo... eruit gaan, maar ik heb het dus echt oprecht geen idee wanneer het is gebeurd. Ik kom er in ieder geval net pas achter. Dus ja, maar ik ben eventjes mijn tas aan het inpakken. En dan ga ik naar Milan toe en dan ga ik gezellig daar slapen. En dan morgen lekker naar school en dan ga ik met Ro eventjes in de pauze naar de stad. Want we hebben echt 1,5 uur pauze en dan kan ik eventjes die rokjes van de Zara terugbrengen. En Ro gaat eventjes kijken voor haar telefoon, want ze mag dus een nieuwe telefoon. Alleen ze weet dus niet welke kleur ze wilt, of een gele of een turquoise. Ze gaan eventjes naar de Apple Store, zodat ze de kleurtjes in het echt kan bekijken. Het is woensdag vandaag en mijn haar zit een beetje verwilderd. Ik kom net van de scooter af. Het is al 3:30. Ik had vandaag school van 9:30 tot 4:00 eigenlijk, maar mocht al om 3:00 weg. Dus dat was super chill. Ik ben eventjes naar de Primera geweest, want er was een pakketje geleverd van Social Friends. En ik heb geen idee wat erin zit. Dus die heb ik eventjes opgehaald. En ik ben ook eventjes langs de HEMA geweest. Want ik had plakband nodig. Want ik wil eventjes de kerstcadeautjes in gaan pakken. Dus daar had ik plakband voor nodig. En toen zag ik nog een paar hele leuke dingen. Ik zag als eerst deze diadeem. En daar staat op Happy New Year. En dit heb ik gewoon meer een beetje als schapje gekocht voor de foto of zo. Want we gaan met oud en nieuw gaan we eerst gezellig met z'n allen wat drinken bij Jet. Gaan we daarna met z'n allen de stad in. En als we dan bijvoorbeeld bij Jet een foto gaan maken of zo. Dat ik me wel grappig om deze in te doen. Ik weet niet, ik zag hem en ik wil hem gewoon hebben. En ik zag nog twee hele leuke mokken. En voor de mensen die mijn Car McBang met Dagmar niet hebben gezien. Dagmar en ik die zijn van plan om over een jaar ongeveer misschien samen te gaan wonen. Haar vader die heeft pandjes en zo. Dus die gaat ons daarbij helpen. En ik zag iets superleuks voor ja, ons huis, zeg maar. En dat ik er heel de tijd foto's aan stuurde van, oh, dit is leuk, dit is leuk. En toen zag ik dit en ik dacht, ja, ik moet dit gewoon meenemen. Het zijn namelijk mokken. En ik zag het en ik vond het superleuk. En heel toevallig was allebei onze letter er nog. Dus heb ik ze gekocht. Het is dus een witte mok. En er staat een gouden D op van Dagmar. En met een... goud oortje. En er was ook nog een F. Dus ik dacht, ja, weet je, ze zijn er allebei. Ik moet ze gewoon meenemen. Ik wilde eerst ook eentje voor Milan meenemen. Zoals die dan bij ons thuis is. Dat hij dan ook een eigen mok heeft. Maar de M was uitverkocht. Dus heb ik echt super vaak dat er gewoon nergens een M van is. Omdat M best wel een bekende letter is. Maar ik heb hem dus ook in een F. Super schattig. Het is toch leuk als het zo in de kast staat. Een D en een F.
Super leuk. Dus die heb ik gekocht. Daar ga ik eventjes een foto van maken. En haar dag weer sturen. Want ik had er al geappt van. Ik heb echt iets super leuks gekocht. Maar Ro en ik waren ook eventjes naar de stad geweest tijdens de pauze. Want zijn we ook eventjes naar de Bershka geweest. Pardon. En daar heb ik dit zwarte colletje gekocht. Want ik ga morgen dus met Milan naar Nicky in concert. En ik wil dan het rokje aan die ik van haar heb gekregen van Nicky. Wacht, ga ik eventjes pakken. Ik wilde dan morgen dit Nicky rokje aan doen. Want ik dacht, het is wel leuk, denk ik, om ook iets van Nicky aan te doen. Met dan deze gimpen eronder, want die zijn dezelfde kleur. Maar ik had niet echt een leuk zwart colletje. Dus die heb ik eventjes gehaald. En deze was maar 13 euro. Maar ik heb hem in een maatje S, want een XS zag er zo klein uit. Maar ik vind het altijd mooi als een colletje zo heel klein is. Want zo'n grote kol krijg ik altijd zo'n dik hoofd van. Dus die. En dan heb ik nog een pakketje gekregen van Social Friends. Alleen ik heb echt oprecht geen idee wat hierin zit. Dus, oh. Even mijn sleutel pakken, want dan ga ik even het overmaken. Ik heb ook helemaal geen mailtje of zo ontvangen. Dus ik weet ook echt niet wat het kan zijn eigenlijk. Als ik het overmaak, zit dit erin. Als eerst een rietje of zo. En een Merry Christmas kaartje. Ik heb geen idee wat het is. Maar oké, we gaan het openmaken. Wat kan dit zijn, joh? Ik heb er geen idee. Oh mijn god. Wat leuk. Even eens kijken. Als eerst zitten er snoepjes in. Er zit ook een backstrap in van, ik weet niet welk merk, met allemaal kleurtjes. Niet helemaal mijn ding. Dan zit er een parfum in. Oh my god. Er zit Hugo Boss The Scent in voor haar, 100 milliliter. Ik ga hem zo meteen eventjes ruiken. Ik heb toen in de doeklas een tijdje stage gelopen in het eerste jaar. Of een tijdje, een heel jaar heb ik daar stage gelopen. En daar was deze geur best wel populair. Dus ik ga hem zo meteen eventjes ruiken. En dan zit er nog iets in. En dat ga ik ook eventjes openmaken. Volgens mij zijn dit allemaal kaarten. Oh, wat leuk. Dit vind ik heel leuk. Er zitten allemaal kaarten in. Zeg maar gewoon kaarten die je dus weg kunt geven en zo. Merry Christmas. Xmas. Christmas, hoe je het ook wil zeggen. Up to snow good. Let it snow, let it glow, let it wow. Die vind ik ook wel heel grappig. En heb ik er hier nog eentje. Oh, Jingle Ladies. Oh, wat leuk dit. Ik ga dit echt bewaren, want ik ben echt... Ik wil echt gewoon zo'n hele kaartcollectie laten. Dat lijkt me super leuk. Er zijn ze van Studio Stationery. Oké. Okay. Dan gaan we het geurtje ruiken. Ik heb dus daar een heel plateautje. Ik weet niet of je dat kunt zien. Daar staat een plateautje met allemaal geurtjes. Maar eigenlijk 9 van de 10 geuren die er staan, die zijn op. En ik hou heel erg van lekker parfum. Alleen ik vind het gewoon zo'n geldverspilling. Omdat parfum kan soms best wel duur zijn. En dan geef ik het liever uit aan lekker eten met vriendinnen of zo. Oh my god, het is ook gewoon echt een super grote fles ook. Oh, zo, hier ben ik echt heel blij mee. Gewoon een parfum gekregen. Hoe chill. Maar goed, dat was dus wat er allemaal in de pakketjes zat en alles. Ik ga het nu eventjes opruimen. En dan ga ik cadeautjes inpakken. Daar heb ik echt super veel zin in. En ik ga ondertussen ook eventjes mijn video bewerken. Mijn kerstlook video. En ik ga zo meteen ook eventjes mijn nagels lakken. Bijpraten en mijn make-up opdoen tegelijkertijd. Het is vandaag dus donderdag. Ik heb vandaag al heel dag stage gehad in de spa. En ik ga me nu klaarmaken voor het Nicky concert. Want ik ga er vanavond met Milan naartoe. Ik zal straks ook eventjes mijn outfit laten zien als ik helemaal klaar ben en zo. Maar ik moet eerst eventjes mijn make-up gaan doen. Want die heb ik eraf gehaald. Ik heb net mijn haar gesteld. En ik zie er echt niet uit eigenlijk. Ik weet ook niet of ik dit wil aangehouden. Maar ik moet over een half uurtje Miel ophalen van zijn werk. Ik ga jullie eventjes neerzetten. Wacht. Jullie zijn een beetje scheef volgens mij. Maar anders blijft hij niet staan. Ik moet over een half uurtje Miel ophalen van zijn werk. En dan gaan we samen
met de scooter naar zijn vader. Dan pakken we daar de auto van zijn vader. En dan gaan we naar het Ziggo Dome. Want het is dus in het Ziggo Dome. En het is Nicki haar fashion show. Maar tegelijkertijd een concert met allemaal bekende mensen en zo. Maar ik ga eventjes mijn make-up doen. En dan hopen dat ik er ietsjes normaler uit ga zien. Want hoe ik er nu uitzie vind ik niet heel leuk. Ik weet niet. Misschien dat ik iets anders aantrek. Maar eigenlijk wil ik dus wel iets van Nicki aan. Want dat vind ik wel leuk of zo. Ja, ik ga naar haar fashion show. Dus is het wel leuk om dat van haar aan te trekken. Maar aan de andere kant weet ik niet of ik dit leuk vind staan nu. Ik ga eventjes een beetje foundation aanbrengen. Ik had dus echt super veel stress nu. Oh, mijn laptop valt uit. Die moet er aanbij. Ik heb dus best wel een beetje stress. Want ik wil een video voor morgen op YouTube zetten. Mijn kerstmake-up look. Veel te veel foundation gepakt. Waarom doe ik dit? Oh, oké, eventjes hier een beetje indippen. Maar die wil ik dus erop hebben staan. En gisteren deed hij het dus niet. Hij kwam gewoon niet verder dan de 40%. En nu gelukkig wel. Dus ik hoop dat hij nou, op tijd is. Ik had dus vandaag stage tot 2:30. En daarna ben ik eventjes naar de HEMA gegaan om een panty te halen. En toen ben ik eigenlijk gelijk naar huis gegaan om me klaar te maken. Ik ben echt zo benieuwd naar vanavond hoe het gaat zijn. Ik vind het ook echt super leuk dat Mila meegaat. Ik had helemaal niet verwacht, want ik kreeg dat mailtje met die uitnodiging. En dat ik iemand mocht meenemen. Dus Mila zat ernaast en ik zei, ja, wil jij anders mee? Ik had echt nooit verwacht dat hij ja zou zeggen. Maar super leuk dat hij mee wilt. Maar hij moest wel gewoon werken vandaag en ik gewoon naar school. Waar is mijn gezicht? Ik doe een beetje hetzelfde qua make-up als met mijn kerstvideo. Alleen dan zonder oogschaduw. Dus wil je nou weten wat ik nu allemaal op mijn gezicht smeer, moet je eventjes die video gaan kijken. Die staat als het goed is afgelopen vrijdag voor jullie online. En als jullie dit zien is het kerstavond. Dan is het morgen kerst. Oh my god, ik was dat helemaal vergeten. Waar is die beauty blender? Oh, hier. Ik was dat helemaal vergeten. Maar wat gaan jullie allemaal doen met de kerst? Ik ga op kerstavond, dus de dag dat jullie dit zien, ga ik met mijn vaders familie. En dan eerste kerstdag ga ik naar Milan toe, want zijn moeder is al jarig. En tweede kerstdag ga ik naar mijn moeder. Zodat ik iedereen heb gezien met kerst. Dat is zo gezellig. Ik ga even mijn gezicht een beetje afpoederen. De dag dat dit online komt, dus de 24e, ga ik ook eindelijk weer met Rosa afspreken. Want die heb ik echt super lang niet gezien. Maar het kwam ook gewoon door drukte met school. En Rosa was naar Londen geweest. En ja, gewoon druk. Dus die zie ik dan weer super leuk. Een beetje bronzen bij mijn voorhoofd. Oké. Wenkbrauwen. Ik hoop dat ik er vanavond een beetje kan filmen. En ik wilde dus eigenlijk ook in de auto filmen. Maar ik zit dan met Miu in de auto. En ik zei gisteren tegen hem, ja, ik ga wel in de auto filmen. Zei hij, nee, echt niet. Dus ik hoop dat hij het goed vindt als ik het zo weer ga doen. Want hij vindt het niet erg om in de vlog te komen. Maar om er echt heel uitgebreid in te komen, wil hij ook liever niet, volgens mij. Ja, als hij dat natuurlijk niet wil, dan moet ik dat ook gewoon een beetje accepteren. Even kijken hoor. Welke mascara is nou nieuw? Ik weet het niet. Ik heb er twee mascara's in zitten. Maar ik weet niet welke de nieuwe van de twee is. Oké, ik ben een klein beetje uitgesproken met mijn mascara. Mijn oogleden, maar dat ga ik zo meteen weghalen. Ik ga nu eerst eventjes de rest van mijn outfit aandoen. Dan ga ik het daarna aan je laten zien. En dan ben ik denk ik soort van bijna klaar of zo, ik weet niet. Oh. Oké, dit is nu wat ik aan heb. Maar ik weet dus niet of ik dit rokje, het maakt me zo dik of zo, lijkt wel. Ik weet niet, zo een beetje mollig. Kijk, mijn vet van mijn bil zit hier zo. Ik weet niet. Maar ik heb nu in ieder geval twee paar schoenen eronder aan. Ik heb deze eronder aan. Die zijn van Nicki zelf, van die Gympa. Of ik heb mijn Dr. Martens eronder aan. Ik denk dat ik mijn Dr. Martens ga doen. Ik denk dat ik dat iets leuker vind. Ik ga overal mijn Isabel Marantz proberen. Mijn zwarte. En dan wordt het misschien weer ietsjes te netjes. Oh, ik film het niet. Ik weet het niet. Ik ga even kijken. Maar goed, ik ga nog even kijken en twijfelen wat ik aan ga trekken. Even Milan's shirt strijken en dan ga ik hem zo ophalen. En dan gaan we naar het concert. Ik hoop dat ik wat voor jullie kan filmen. Mijn camera neem ik mee in de auto. Die neem ik denk ik niet mee naar het concert. Dus als ik daar wat film, zal dat met mijn telefoon zijn. Dus dan weten jullie dat.
Maar ik denk dat dit wel het outfitje wordt. Ik denk dat ik dit wel wat leuk vind. Ik weet het anders echt niet. Oké, ik heb nu dit aan. Zeg maar datzelfde rokje. En dan met deze witte trui. Die is dus ook van Nikki. Ik denk dat ik dit wat leuker vind. Dan lijk ik misschien ook wat minder bol of zo. Ik weet niet. Ik denk dat ik dit leuker vind. Maar is het niet te warm? Ik heb dat zwarte kolletje nu er nog onder. Die ga ik zo even uittrekken. Maar ik voel me hier wel wat chiller in. Dus ik denk dat ik dit gewoon ga aan. It's time for the biggest event of the year. Nikki in Concert presents. Nou, wat is dit mooi! Het is vandaag zaterdag. Ik zie er echt niet uit. Ik lig gewoon heel de dag in bed. Ik zie nu aan mijn camera aan het knipperen, dus dat die leeg is. Maar gisteren waren we uit geweest van 9. Of nee, gisteren had ik stage van 9 tot 6. Daarna was ik met Miu hier, kwam dag, maar gingen we klaarmaken. Toen zijn we naar Zoe toe gegaan, want die vierde de verjaardag. Toen 12:30 zijn we ongeveer richting de stad gegaan. Toen zijn we uit geweest en daarna bleven Zoe en Mark en Milan bij mij slapen. Het was super gezellig, maar we werden echt pas om 2 uur vandaag wakker. Toen hebben we nog even tot 4 uur met z'n allen gezeten. Toen ben ik mijn scooter gaan halen bij Zoe thuis. Toen zijn Miu en ik weer in slaap gevallen in bed. En Miu is nu boeken aan het kijken bij zijn vrienden. En die komt straks weer hierheen. En ik lig gewoon al heel de tijd lekker in bed. Ik was overdag vandaag zo misselijk en ik heb ook zo vaak overgegeven.
Maar ja, het was wel heel gezellig. Ik zie er echt zo slecht uit. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga voor de rest vandaag eigenlijk niks meer doen. Ik wilde jullie gewoon eventjes vertellen dat ik vandaag ook niks gedaan had. Ik ga even lekker video's verder kijken. Ik heb Goede Tijden van heel de week teruggekeken. En ik weet niet of er nog een andere leuke serie is die ik kan kijken. Maar dat ga ik eventjes uitzoeken. Oh, ik lijk echt op een zombie. Ik heb gewoon zoveel behoefte aan deze vakantie. Het is nu vakantie trouwens, kerstvakantie. En ik heb 2 weken. Ik moet wel gewoon de maandagen werken. En vrijdagen stage. Dus echte vakantie is het niet. Maar wel een soort van. Maar ik heb zoveel zin om gewoon lekker uit te slapen. En lekker niks te doen. En oh, ik zie er echt zo dood uit. Het is zondag vandaag. Het is ondertussen al 4:30. Ik heb er al een hele zondag op zitten. Ik heb lekker echt tot 1 of 2 uur met Milan in bed gelegen. We waren zo moe. Hij had heel erg hoofdpijn. Ik heb heel erg keelpijn. En we hadden gewoon eventjes lekker heel dag in bed gelegen. Daarna hebben we gedoucht. En nu is Milan naar zijn vader. En heb ik heel mijn kamer opgeruimd. Mijn haar is nog nat. Dus dat zit nog even in een knotje. En ik wil eventjes een ampul gaan aanbrengen. Deze is van Sakra. Er zitten er nog 2 in. Het is eigenlijk zo'n kuur die je 7 dagen achter elkaar moet doen. Ben ik zo scherp? Ja. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Ik gebruik hem gewoon 1 of 2 keer in de week. Dus die ga ik even aanbrengen. En een ampul is zeg maar een werk. Waarom zit hier zo weinig in? Wat ligt het aan? Volgens mij zit hier echt heel weinig in. Zie je dat? Nee, waarschijnlijk niet. Maar oké. Een ampul geeft zeg maar meer werkstoffen dan een masker of een dagcreme. En dit is een hydraterende en dat kan mijn huid wel eventjes gebruiken. Voor de rest van vandaag ga ik eigenlijk niks meer doen. Ik ga straks lekker eten met mijn vader en met mijn broertje. En dan vanavond gaan Miel en ik weer samen slapen. Ik weet niet bij wie we slapen, bij hem of bij mij. Maar we slapen in ieder geval samen. Morgen moet ik werken. Dinsdag heb ik met Rosa afgesproken, super gezellig. En is het in de avond natuurlijk kerstavond. Dus volgende week is het kerst echt super leuk. Ik heb gelukkig alle cadeautjes voor iedereen al binnen. Dus dat is echt heel erg fijn dat ik daar geen stress meer om heb. Ik ga er hier overheen eventjes een dagcreme aanbrengen. En een oogcreme. Even kijken. Omdat mijn huid gewoon echt super droog is van het uitgaan en alles en zo. Dus ik kan wel even wat beter verzorgen. Ik zie er echt uit als een naakte rat. Met die knot op mijn hoofd. Maar ik had het gewoon even gewassen omdat mijn haar echt heel erg stonk van het uitgaan. En daar heb ik er even lekker een creme in gedaan. Even lekker biosilk. Zodat het even goed kan intrekken. En morgenavond na werk ga ik even goed douchen en het echt goed wassen en zo. Maar ik dacht, het is een beetje zonde als ik dat nu ga doen. En morgen in het zwembad moet werken en dan weer mijn haar zeg maar moet wassen zo. Dus vandaar dat het even in deze lelijke knot zit. Maar goed. Er komt ook echt geen zinnig woord uit me. Ik ben echt nog steeds heel erg moe. En voor de rest van de avond ga ik eigenlijk niet meer zoveel doen. Ik denk dat ik zo meteen alvast ga beginnen met het bewerken van mijn video. En ja, ik heb geen idee verder eigenlijk. Dus ik denk dat ik bij deze de weekvlog maar gelijk ga afsluiten. Zodat ik hem helemaal kan bewerken en alvast kan opslaan en uploaden en alles. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik weet niet of die leuk en boeiend is geworden. Ik hoop het wel. Nicky concert was echt super leuk trouwens. Ik weet niet of ik daar nog wat over had gezegd. Maar dat was echt heel erg leuk. Ik heb het heel erg gezellig gehad met Milan. Ik heb echt super veel zin om volgende week de weekvlog. Omdat dan natuurlijk kerst is en zo. Dus dat wil ik ook allemaal heel erg leuk gaan filmen. Dus abonneer zeker op mijn kanaal als je op de hoogte wilt blijven. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik jullie volgende week.